De politie brengt lockdown-overtreders niet meer naar het André Kamperveen stadion, maar iedereen die de avondklok overtreedt, wordt gewoon beboet. Volgens politiecommissaris Henry Seedorf past de politie nu een andere strategie toe bij lockdown-overtreders. Hij zei dit op de persconferentie van Volksgezondheid over de COVID-19-situatie. Ook de controle op de verschillende bruggen zal anders worden aangepakt, zegt Seedorf. Controle bij de bruggen. Sinds vrijdag hebben we dus een wijziging in aanpak. Was het zo dus dat wij naast de maatregel om lockdown-overtreders op te brengen, is het sinds vrijdag zo dus dat wij volstaan met het opleggen van een boete. De overtredingen van de COVID-maatregelen worden aangemerkt als strafbare feiten, enerzijds. Aan de andere kant hebben we ook nog de mogelijkheid om langs bestuursrechtelijke zin tot afhandeling te komen. Dus het feit dus dat u minder controle ziet bij de bruggen heeft te maken met de gewijzigde aanpak. Dus dat wij volstaan met het opleggen van een boete. En vooralsnog geen lockdown-overtreders overbrengen. Over het niet optreden van de politie bij illegaal georganiseerde feesten zegt Seedorf dat tips van burgers niet altijd zuiver zijn. Beschuldigingen dat politiemensen hand- en spandiensten verlenen bij de organisatie van illegale feesten moet degelijk onderzocht worden, meent Seedorf. Als politiemensen over de schreef gaan en ondersteuning geven aan strafbare gedragingen, hebben we dus interne processen en procedure die daarvoor gelden. We hebben wekelijks onze tuchtmomenten. En als de informatie bekend is en uit onderzoek is komen vast te staan dat politiemensen zich daarvoor lenen, dan wordt er wel opgetreden. In het weekend van vrijdag 27 augustus tot en met maandag 30 augustus zijn in totaal 64 lockdown-overtreders beboet, meldt de politie Public Relations.